Voor wie mij niet kent. Mijn naam is Arnoud van Holst. Ik ben de voorzitter van Driebergen Rijsburg vroeger nu. Ik ben ongelooflijk trots omdat wij allemaal, de vrijwilligers, een tentoonstelling samen hebben gebracht. En niet zomaar één, mijn tentoonstelling die zich afspeelt zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. En dat zeg ik met nadruk, want we hebben een aantal mooie activiteiten in deze stichting. En waaronder het Funerair Centrum, waaronder een museum, waaronder heel veel lezingen. En die verbinden we hier aan elkaar. Ik wil twee mensen bijzonder welkom heten. En meneer Sneeuwenhoek, je hebt gehoord wat die meneer allemaal voor onze stichting betekend heeft. En dat zijn heel veel mensen, maar zeker ben ik blij dat u hier vandaag bent. En de burgemeester, meneer Naafs. En dat bewijst maar eens dat wij betekenisvolle zaken nemen. Want de burgemeester neemt op zijn vrije zaterdag, hoewel de burgemeester werkt natuurlijk 7 dagen per week, maar toch op zijn zaterdag is hij hier. Het is ontzettend fijn dat u er bent. Bedankt. Nu ga ik heel snel het woord geven aan de burgemeester. Ja, nou, dank je. Je mag wel even analyseren. Want ik weet dat de burgemeester veel beter praat dan ik. Dus meneer Naafs. Nou, aan u het woord. Volgens mij valt dat wel mee. Ja. Ja. Nou, we staan hier weer op een mooie zonnige zaterdagmiddag. Het weer is altijd eigenlijk wel fantastisch. Maar we staan hier niet voor niks natuurlijk. Wie nu kijkt naar het stationsgebied hier in Driebergen-Zeist, ziet natuurlijk dat alle mooie bomen weg zijn. Ja. De mooie muur is weg en het is eigenlijk vreselijk. Vind ik ook hoor. Ik heb het ook gehoord van veel inwoners die zeggen, oh jee. Maar ja, het eindplaatje moeten we natuurlijk wel voor ogen houden. En dat zal een paar jaar duren voordat het eindplaatje gerealiseerd gaat worden. Want u weet ook, de weg gaat straks ook onder het spoor door. Ze zullen daar allemaal ingewikkelde werkzaamheden gaan doen, maar dat is wel nodig om die omgeving in ieder geval weer toekomstgericht te maken. Want we willen allemaal op een goede manier gebruik maken van het openbaar vervoer. Zowel trein, bus, maar ook dat we op een snelle manier gewoon straks onder de weg onder het spoor door kunnen en niet meer in de file hoeven te staan. Daarom gebeurt het allemaal. En dan denk ik dat we over een paar jaar, want zo lang gaat het wel duren, hoop ik dat we tegen elkaar kunnen zeggen, het is er beter van geworden. Maar dat antwoord ligt in de toekomst verscholen. De plaatjes die ik gezien heb, die doen goed vermoeden. Maar ik moet het altijd eerst zien voordat het zover is. En dan de tentoonstelling hier. Want het stationsgebied van Driebergen-Zeist, verleden, heden en toekomst is die genoemd. Dus ik ben ook benieuwd wat ik zo allemaal ga zien. 1844, ik moet af en toe even spieken hoor, voorname, was een belangrijke datum. Want toen is die spoorlijn ook aangelegd. Het is ook goed dat dat gebeurd is natuurlijk, want daar heeft Driebergen, maar eigenlijk nu onze gemeente Utrecht-Heuvelrug, plukt daar toch de vruchten van. Want er zijn natuurlijk door al die rijke heren die hier neergestreken zijn, die hier mooie conferentiecentra hebben gebouwd, mooie huizen hebben gebouwd. Dat was wellicht anders allemaal niet gebeurd. Ondernemers die hun slag geslagen hebben, en dat waren Kobus en Van Boer Woudenberg, die hebben hier logementen gesticht. Was misschien ook allemaal niet gebeurd als dat station er niet was geweest. Dus het is mooi dat dat in 1844 is gestart. Tegenwoordig komen er in ieder geval ook heel veel mensen met de trein. U ziet er, en er gaan veel mensen met de trein. Dat ziet u ook al aan die vele fietsen die overal rondom het station staan. Straks is het zo dat er bij de nieuwbouwplannen is er een fietsenstalling voor 3000 fietsen in ieder geval onder de grond. Dus dan zal dat er ook allemaal wat ordentelijker en veiliger vooral ook uitzien. Want dat is ook nog een aspect dat ik niet genoemd had. Dat het station straks ook, omdat er ook een aantal dingen gewoon onder de grond worden weggewerkt. Maar dat het ook veiliger is dan het wellicht nu is. Ja, en dan ligt natuurlijk even de link ook hier met de begraafplaats. Want die vele rijke mensen, families die hier in Driebergen, Rijzenburg, huis of logement hebben gesticht. Sommige daarvan liggen ook hier begraven. Dus dat is dan ook weer de verbinding natuurlijk met de tentoonstelling. En dan mag u later op de middag ook gebruik van maken, heb ik begrepen. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. De komende zaterdagen kan het hier in ieder geval bezocht worden. Dat u er vanmiddag allemaal bent, dat spreekt ook wel van wat het onderwerp u aanspreekt. Maar dit is eigenlijk hier altijd de situatie. Dit blijft natuurlijk ook een bijzonder plekje in de gemeente. Het is goed dat dat ook behouden blijft. Ik zou zeggen, laat vanmiddag allemaal kijken van hoe de tentoonstelling is opgebouwd. En geniet er vooral
geniet er ook vooral allemaal van. Want dat is natuurlijk ook, daar hebben de mensen die het gemaakt hebben, hebben het daar ook uiteindelijk voor gedaan. Dus bedankt vast voor het vele werk wat gezet is. En wij gaan allemaal kijken. En dan schijn ik ook nog zelfs met de schaar iets te doen. Ik hoef niet iets bij te doen. Ik had het nog vergeten. Want kijk, dat zie je niet. Vroeger zag je dat meer op de station dan tegenwoordig. En vooral met het spiegelei natuurlijk ook. Kijk, normaal gesproken is de conducteur de baas. Maar u bent vandaag de hoogste in rang. Dus wilde ik graag om twee dingen te doen. Eerst op het fluitje te blazen. En daarmee helft een opening te verrichten en laat blind wordt te kloppen. Oké. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Hij gaat van rood naar groen en de trein mag gaan vertrekken, jongens. Hij knikt ook echt zo. Een kaartje van de situatie. Ja, ik ben al lang, dus dat is een beetje lukken. Maar een situatie van rond 1920. Nou, 1844 het eerste station. En niemand weet precies hoe dat eruit heeft gezien. Waarschijnlijk een heel simpel gebouwtje. Maar in 1864 ontstaat het echte station. En dan komen er ook de logementen van boer Kobus, Bennenoord. En hier komt Wouter Berghoort van boer Woudenberg. Die woonde al daarbij het station. En die hebben dus die logementen, die in het begin heel succesvol waren, hebben die ingericht. Nou, kort daarna krijg je ook de buitenhuizen bij het station. Rozenvilla, waarvan de familie hier op het kerkhof ligt. Bornia, vlakbij het station. En dat in het gewoonte, dat kent iedereen. Op alle spoorwegstations vinden koffieverkopers steeds gretige handen die zich uitstrekken om een verwarmende dronk aan te pakken. Maar het station Driebergen spant de kroon. Daar rukt een hele familie van zusters, neven en nichten uit wanneer op de drukke lijn een trein wordt verwacht. Passagiers die geregeld op deze lijn reizen weten al welke ontvangst hun te wachten staat. De koffiefamilie heeft er een eigen systeem voor. Ben je al helemaal rond geweest? Ja, ik heb het gedaan. Ik zeg, we moeten dat weer in opnemen. Zeker niet Maria Toppels in de stoel zit. Maar er zijn heel veel mensen hier binnen. Ja, dat is een link. Dan hoef je niet dicht op elkaar te zitten. Ik vind het een ontzettend leuk idee om iets aan te spreken.